We zijn in de wijk Jol met een centrale ligging op fietsafstand van het centrum, Lelystad Haven, een eigen winkelgebied met leuke winkels, supermarkten, restaurants en een diversiteit aan woningen. En dit allemaal op loopafstand van de woning waar wij nu naartoe gaan. We zijn in Lelystad en geloof me, Lelystad is booming de aankomende jaren. Met zijn centrale ligging, eigen jachthavens, Bataviastad en een leuk centrum is Lelystad een leuke gemeente om te wonen. Mensen die hier nu wonen, die weten dat al, maar ook nieuwkomers die weten steeds beter de gemeente te vinden. We zijn op weg naar de woning Jol 37, nummer 49. Het is een appartement op de tweede etage, hier moet het zijn. En ze weten dat we komen, dus de deur die staat te lopen. Via de lift zijn we aangekomen bij de galerij en hier ergens moet het zijn. De woonkamer, verrassend groot. Het fijne aan zo'n appartement is dat je niet te maken hebt met een traditionele indeling, maar dat zo'n ruimte logisch voelt. En dat geldt hier ook zeker voor. Twee grote ramen naar buiten, wanden gestuukt, laminaatvloer, fijne kamer. Het appartement heeft één slaapkamer, maar wel een mooie ruime kamer. Keurige kast, die blijft staan. Nette laminaatvloer. CV. En er is sprake van een gezonde vereniging van eigenaren. En die heeft gezorgd voor keurige kunststof kozijnen. De badkamer, plafuizen vloer, geheel betegeld, boiler, aansluiting voor de wasmachine, douchewand, een toilet, basis, maar allemaal prima verzorgd. De keuken, niet al te groot, maar prima passend bij het appartement en voorzien van alle apparatuur. Als kers op de taart dit heerlijke balkon met vrij uitzicht. De zon schijnt in Lelystad en dat is een goed teken. En ben jij nou benieuwd? Kom dan snel kijken naar dit leuke appartement.